De Algemene Regeling Medische Uitzending en Lokale Opbouwvoorzieningen Armulof van het Staatsziekenfonds wordt afgebouwd. Armulof is een regeling waarbij mensen in het buitenland medische behandeling kunnen genieten. Dit zegt het hoofd van de afdeling Armulof, Chantal Eltenberg. Ze legt uit dat het doel van de afbouwregeling is dat de medische voorzieningen waarvoor men naar het buitenland moet gaan, lokaal gecreëerd worden. Zodat wij steeds minder mensen hoeven uit te zenden naar het buitenland voor medische behandeling. En de mensen dus op den duur hier kunnen helpen in Suriname. Hoe is Armulof tot stand gekomen? Uitzendingen naar het buitenland bestaan er al heel lang, sinds voor de onafhankelijkheid. Maar op een gegeven moment, nadat de ontwikkelingshulp was stopgezet, werd het steeds moeilijker om die uitzendingen te realiseren naar Nederland. En in augustus 2004 ging een groep van het SZF op pad, op verkenning, naar Colombia om te kijken of wij daar nou onze patiënten naartoe konden sturen, omdat Nederland steeds duurder werd. Het was goed bevonden en ze zijn teruggekomen en daarna hebben ze de specialisten naar Colombia gebracht. Ook de specialisten hebben Colombia goed bevonden voor onze patiënten. En dus gingen vanaf toen de patiënten naar voornamelijk Colombia. Eltenberg zegt dat in 2016 48 personen via het Armulof zijn uitgezonden. In 2017 was dit aantal 40 en vanaf het begin van dit jaar tot nu toe zijn er 35 mensen voor medische behandeling in het buitenland uitgezonden. Volgens haar dekt de Armulof-regeling de totale medische behandeling in het buitenland. Ook de transport, voeding en verblijfkosten. Een behandeling kan oplopen tot $10.000 of meer. De patiënt moet daarnaast een minimale eigen inbreng hebben. Eltenberg geeft verder aan dat de patiënten die niet in staat zijn deze kosten te betalen, geholpen worden. De patiënt heeft een minimale opbreng, of inbreng, sorry. Als je het vergelijkt met wat er uitgegeven wordt aan zo'n uitzending. En als de patiënt dat kan missen, dan vragen wij dat de patiënt de ticketkosten voor zijn of haar rekening neemt. Omdat niet iedereen in die gelukkige positie verkeert om de ticketkosten te kunnen betalen. Vooral als het gaat om moeder en kind, dan zijn het tweemaal ticketkosten. En dan richten wij een brief aan sociale zaken en dan gaan wij samen met sociale zaken kijken in hoeverre wij deze persoon kunnen helpen. Maar wij zoeken altijd een manier dat de uitzending mogelijk gemaakt wordt, want het is natuurlijk nodig voor de patiënt. De medische uitzending in Armulof kost het land heel veel geld, benadrukt Eltenberg. Het SZF streeft daarom ernaar dat in de toekomst veel meer patiënten in Suriname geholpen kunnen worden.